Ons stadhuis. Mooi, hè? Het stamt uit 1920 en het is een van de weinige gebouwen in het centrum die het bombardement hebben overleefd. Ik hoorde dus dat de Duitsers het met opzet niet hebben gebombardeerd. Maar klopt dat wel? Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Het begin van de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam lag al gelijk in de vuurlinie. De Maas was de frontlijn. Na 5 dagen vechten besloot Duitsland om Rotterdam te bombarderen om de stad tot overgave te dwingen. Maar het stadhuis lieten ze expres ongeschonden. Dat is het verhaal. Maar waar komen die kogelgaten dan vandaan? Het antwoord moet hier te vinden zijn, in Museum Rotterdam 4045 nu. En Rob, hallo. Hoi. Waar komt het verhaal vandaan dat het stadhuis met opzet niet is gebombardeerd? Nou, ik denk van dit soort foto's, eigenlijk een luchtfoto van kort na de oorlog. Grotendeels kale vlakte met enkele gebouwen, waaronder heel prominent dat stadhuis. En dan vraag je je af, waarom is de rest van die binnenstad weg en staat dat stadhuis er nog? Waarom is de rest van de binnenstad weg? Ja, door het bombardement, maar vooral ook door de daaropvolgende brand. Ja. En door de beslissing om beschadigde particuliere gebouwen niet te herbouwen, maar te slopen. Hoe vlogen die bommenwerpers? Nou, je hebt het eigenlijk over zo'n 100 bommenwerpers. Die komen vanuit Duitsland bij Bremen en spitsen zich voor Rotterdam op in 2 groepen. 54 komen vanuit het oosten en gaan via het westen over de stad. En een tweede kleine groep van 36 bommenwerpers komt vanuit het zuiden en vliegt zo naar het noorden. En hoeveel bommen werpen ze af? Nou, volgens de gegevens die we hebben gaat het om zo'n 158 bommen van 250 kilo. En zo'n 1150 bommen van 50 kilo. En bij elkaar komt dat richting de 100.000 kilo bijna aan bommen. Daar is dat huis. Yeah. Vielen daar ook bommen op? Nou, dat kunnen we goed zien op de zogenaamde bommenkaart, waarop alle bominslagen zijn ingetekend. Hier is dan de kaart. En als we dan inzoomen op het centrum, het raadhuis, dan zie je dat daar een aantal gerapporteerde inslagen zijn. Dus die stroom van oost naar west en die van noord naar zuid komt echt samen boven het stadhuis. En ik tel hier echt wel minimaal 8 inslagen midden op het stadhuis. Dus conclusie, niet waar. Duidelijk verhaal. Het is dus niet zo dat het stadhuis met opzet is gespaard. Deze kant kreeg zelfs een voltreffer als onderdeel van het tapijtbombardement. Maar het blijft een raadsel waar die kogelinslagen vandaan komen.